Welkom bij een nieuwe Airsoft Review. Vandaag gaan we het hebben over de M4A1 ICS 22 RES. De M4A1, eerste gezicht, voelt goed aan, is volledig metaal, maakt gebruik van een retractable stok. Deze is van kunststof, wat inhoudt dat je hem dus voor jouw afstand in je schouder kan zetten, waardoor je voor close quarter combat een heel goed kunt gebruiken, maar voor de wat langere afstanden hem goed op afstand kan gebruiken als afstandswapen. Heeft een RIS systeem, wat inhoudt Rail Interface System, waardoor jij al je attachments op dit rail systeem kan zetten. Wat zit er in de doos? De M4 wordt geleverd met twee high-cap magazijnen. Je krijgt de handgrip erbij. Ook zit er een battery box bij. Deze battery box is bedoeld om jouw batterij weg te werken en zodat jij hem op je rail system kan zetten. Ik zelf vind het heel lelijk en het is mij gelukt om gewoon mijn batterij alsnog in de handgrip te plaatsen. Op de doos staat dat het niet lukt, maar als je een beetje doorheen doet, dan lukt het wel. Wees er wel voorzichtig mee, want het blijft natuurlijk elektronica en het is gewoon kwetsbaar. Het wapen zelf, hoe speelt hij in het veld? Ik zelf vind het een super fijn wapen. Het is ook mijn primary weapon. Dit puur omdat hij gewoon voor mijn lengte goed afgesteld is. Ook zit er een foregrip in de doos. Ik zelf gebruik deze foregrip niet, omdat ik bij mij net mijn hand hier achter het magazijn zet. Omdat het voor mij gewoon wat fijner is. Waardoor ik heel snel vanaf deze positie gewoon kan schieten. Deze wordt gestandaard geleverd met de carry handle. Zelf haal ik deze er altijd af. En heb ik hier een red dot voor in de plaats. Dus ook hier zit een rail waardoor jij je eigen attachments hier op kan zetten. Werkt erg fijn het wapen in het veld. Speelt goed. Is betrouwbaar, wat heel belangrijk is. Geen problemen. Problemen die ik wel heb gehad was met het magazijn die er standaard bijgeleverd was. Dit is een high cap magazijn. Voerde de balletjes niet goed aan, waardoor ik twijfel of het aan het wapen zelf lag. Ander magazijn gepakt en die voerde gewoon heel goed de balletjes aan. Dus het ligt gewoon echt aan het magazijn. Dat is gewoon jammer. Maar liever dat dan dat het wapen kapot is. Maakt gebruik van een dubbele gearbox. Ook maakt de M4 gebruik van een hop-up systeem die je zelf kan afstellen. Deze hop-up zit hier achter, waardoor je dus zelf kan instellen hoe je balletjes schieten. Moet eerlijk zeggen, ik was nog zelf erg nieuw in de airsoft sport, dus ik had eerlijk gezegd wat moeite mee. Maar er komt nog een video waarin wij uitleggen hoe het hop-up systeem werkt. De M4 maakt gebruik van een safe modus natuurlijk, maakt gebruik van een single shot en van een full auto. Specificaties. Een metal gearbox, heeft steel gears en silicon steel bushings. Het accutype is een PEQ box type. FPS van 310 tot 320 plus minus met 20 gram BB's. 920 BB's per minuut op full auto. Heeft dus een fire mode van semi-auto, full auto en een safe stand. Maakt gebruik van een verstelbaar hop-up systeem. Met de stok ingeklapt is de lengte 650 mm en met de stok uitgeklapt is de lengte 870 mm. Komt uit een PEQ box systeem voor je batterij om deze te behuizen. Het railsysteem voor al je accessoires en het is een ICS 22 model. De standaard iron sights die erop zitten zijn zeker te gebruiken. Ik heb ook mijn eerste scrums gespeeld zonder red dot of wat voor toevoeging. Zelf merkte ik wel snel dat ik toch heel erg behoefte had aan een red dot. Puur omdat het zicht heel erg beperkt wordt door deze iron sights. Vooral op lange afstanden, je kunt gewoon heel slecht zien wat het zo'n klein gaatje is om jouw enemy echt te gaan raken. En ik ben zelf een fervent paintball speler en ik merkte zelf dat ik toen ik de iron sights gebruikte vooral op een paintball manier schoot. En dat betekent toch dat je niet heel precies mikt, maar een beetje vanuit de hoogte ongeveer kijkt waar je balletjes landen, die bibis. Maar dat is dus niet meer aan de orde, want ik gebruik nou een red dot. Oké, dit zijn alle feiten over het wapen. Laten we in het veld testen. De ICS M4 RIS. We gaan kijken hoe deze jongen in het veld schiet. Gooi het magazijn erin en dan gaan we eens kijken of deze jongen het doet. Nou, ik heb er even mee geschoten. Ik moet zeggen, schiet erg fijn. Ligt heel fijn in de hand. Ik moet echt blij zijn dat ik echt gewoon niet die battery pack er spaat op heb gezet, maar hem er gewoon de benen heb gepropt. Magazijn ging goed, dus een high cap. Het schoot lekker. Lekker in de hand, lekker ook met de stok. Dat is heel makkelijk om voor close combat en voor de langere combat te vuren. Ligt lekker in de hand, ik ben er heel blij mee. Dit is zeker een blijvertje. Conclusie, ik raad zeker weten de ICS M4 RIS aan. Wil jij zelf gaan airsoften? Zorg dat je lid wordt van de NHBV, de Nederlandse Airsoft Belangenvereniging. www.nhbv.nl. Ook zorg altijd dat jij je pas bij je houdt, welke scherm je ook naartoe gaat. En veiligheid gaat voor alles. Zorg dat jij je bril ten alle tijden draagt. Veel plezier op het veld. Ik zie je daar.